Het doet ons goed om de bus natuurlijk weer in Salvador te zien. Maar jullie hebben volgens mij best wel wat avonturen beleefd de afgelopen dagen. Kun je daar wat over vertellen? Ja, je hebt een half uurtje. Nou, we hebben echt heel veel pech gehad in het begin. Het begon natuurlijk al met dat de steekkas kapot was. Daarna een kogellager. We hebben de aggregaat is door het dak heen gegaan met een lambada, noemen wij die dingen dan. Ja, gisteren nog weer een bladveer die gebroken was. Lucht, ja, dat noemen ze membraan, ik heb er geen verstand van, maar die was ook lek, moest ook vervangen worden. Dus ja, we hebben onderhand al heel wat meegemaakt. Ja. Denken jullie wel eens, wat hebben we onszelf allemaal op de hals gehaald? Ja, we hebben elkaar de afgelopen 2 weken bij elkaar vaker aangekeken, ook in de bus, van eigenlijk is gekke werk. Die Engelse citybus is natuurlijk helemaal niet gebouwd voor hier, voor afstanden en die wegen. En ja, daar kom je dan wel achter eigenlijk. Eigenlijk is het gekke werk, maar ja, we zijn ook een beetje gek natuurlijk. Dus, We gaan naar Sao Paulo. En dat is 1950 kilometer hadden we bekeken. En dat moeten we ook in 3 dagen proberen te overleggen. Dat is echt gigantisch. Ja, en hij gaat niet harder dan 75 km per uur. 78, bijna 80. Dus ja, je haalt gemiddeld 60 per uur als je geluk hebt. Gisteren hadden we heel veel files en wegopbrekingen tegen, dus als we dat straks tegen hebben, die 3 dagen, dan wordt het echt krap aan om de wedstrijd te halen. En naast Sao Paulo, regelrecht naar Rio? Ja, ja, sowieso. Of we winnen of niet, maar we gaan natuurlijk wel winnen. Maar dan gaan we naar Rio, want daar moet ook weer de boot op terug. Dat is echt een, dat noemen wij dan maar een feesttrip, want dat is geloof ik iets van 400 kilometer. Ja, dat gaan we in 1 dag doen. En dan gaan we natuurlijk over de promenade, gaan we daar constant heen en weer rijden. Dan gaan we echt Rio helemaal gek maken met die bus. We gaan alleen maar rondjes rijden, Copacabana en laat maar zien dat we er zijn. Parade naar Maracanã? Ja, zeker weten, echt waar. Ja, ja, dat zou heel ultiem zijn, hè. En die titel en dan dat kleine sterretje tatoeage op mijn borst. Mijn eerste. Gaat die volhouden, denk je? Ja, ja. We hebben nu alle pech met de bus gehad, we gaan nu alleen voor het geluk.